Mevrouw, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben van het programma Meelopers van RTV Rijnmond. Wat bent u aan het doen? Ik ben op weg naar huis. Ik heb net een voetbalshirtje bij een klant gebracht. Mag ik een stukje met je meelopen? Ja, tuurlijk. Maar je hebt een shirt weggebracht naar een klant? Dat ja. Is je werk dus? Mijn hobby en mijn werk. Postbode? Nee. Dat kan niet bij mijn studie. Maar ik zoek shirts voor mensen die dat graag willen. Dus verzamelaars, fans, liefhebbers. Iedereen die op zoek is naar een voetbalshirt, die kan bij mij terecht. En dan ga ik kijken van misschien heb ik dat shirt nu al voor jou hangen. En anders dan kan ik altijd op zoek gaan voor je. Hoeveel shirts verkoop je nou in een week? Dat is heel moeilijk te zeggen, want de ene week kan ik er 3 verkopen en de andere week is het er geen of maar 1. En dat is heel wisselend en dus ook niet te peilen. Als Feyenoord kampioen wordt of Ajax wordt kampioen of PSV wordt kampioen, betekent niet per definitie dat ik daar nou meer shirts van verkoop. Oké. Dat is moeilijk. We rekenen dan. Ja, het is de ene week ben ik er druk mee en de andere week heb ik een weekje vrij. Wat is nou het mooiste shirt dat je hebt? Ik heb een shirt zoals Dennis Bergkamp heeft gedragen in zijn afscheidswedstrijd. En er staat ook zijn bedrukking achterop. En daar heb ik een jaartje geleden heb ik Dennis Bergkamp ontmoet. En toen heeft hij dat shirt ook gesigneerd voor me. En wat moet dat shirt kosten? Dat is niet te koop. Nee? Nee, dat is mijn eigen collectie en dat blijft het ook. Dus je hebt ook nog een eigen privécollectie? Ja, ik verkoop zowel shirts als dat ik gewoon zelf enorme liefhebber ben. Dus ik ga ook over straat naar sporten en hockey. Doe ik allemaal in gewoon een voetbalshirt. Echt waar? Ja, en dat zal ook zo blijven. Ik ben echt liefhebber. Maar je hebt vandaag een trui aan. Ja, omdat ik bij normale kleding vind ik een voetbalshirt niet zo goed passen. Een meisje dat voetbalshirts verzamelt en verkoopt. Ja. Dat is toch wel apart. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet zoveel andere vrouwelijke verzamelaars tegenkom. Maar ja, ieder zijn ding en het is echt mijn hobby. Ja, je straalt echt als je het over hebt. Ja, ik kan er ook echt uren over blijven praten hoor, dus pas maar op. Maar waarom is dat dan zo bijzonder, die shirts? Ja, ik weet het niet precies. Het heeft iets en ik kan het niet loslaten. Ik vind het fantastisch. Je kan erin sporten, je kan erin naar het stadion. Sommige mensen slapen erin. En ja, vind ik gewoon mooi als je je club zo kan supporten. Als je een stadion hebt en dat is helemaal rood-wit. Dat is toch prachtig. Wanneer heb jij je eigen privé-shirts aan dan? Als ik ga hockeyen bijvoorbeeld, of als ik ga hardlopen, als ik naar een voetbalstadion ga. En mijn voordeel is dat ik bijna voor elke club wel een shirtje heb wat ik kan dragen. Dus als ik naar een stadion ga, dan zoek ik ook uit van welke club ik moet hebben. En voor welke club ben je zelf dan? Ik ben zelf voor Ajax. Echt? Ik ben geboren in Amsterdam en getogen in Rotterdam, zeg ik altijd maar. Maar de liefde voor Ajax, die zat er vroeg in en die is er niet uitgegaan. Dag. Ja, echt waar. Maar je verkoopt wel Feyenoord shirts? Ja, bij mij hangt Feyenoord en Ajax hangt naast elkaar. Net als Real Madrid of Barcelona of andere rivaliserende clubs. Wat is dat eigenlijk voor wereld, die markt met voetbalshirts? Het is heel, heel verschillend. Mannen en vrouwen en mensen die hebben 2000 shirts of 3000 shirts. Maar ook mensen die hun eerste voetbalshirt bij mij kopen. En heb je ook mensen echt uit het buitenland? Ik probeer contact te leggen met verzamelaars uit bijvoorbeeld Brazilië of Indonesië. Om zo die mooie shirts vanuit die landen, dus lokale shirts, echt hier naar Nederland te krijgen. Want ik weet dat er hier echt wel een markt voor is. En het leuke is ook dat ik dan shirts van, noem het FC Groningen of ADO Den Haag of AZ, daarheen kan sturen. En dat je dan ook de Nederlandse shirts over de hele wereld gaat zien. Wat is je verste land waar je een shirt naartoe hebt gestuurd? Op dit moment Brazilië. En Australië heb ik ook wel eens gedaan, dus dat scheelt niet zo heel veel. Ligt er een beetje aan waar je moet zijn. En wilde die dan een shirt van Excelsior hebben of zo? Ja, Excelsior heb ik inderdaad gedaan. Maar ook een Nederlands elftal is heel erg populair in het buitenland. En dan vooral de wat oudere shirts, want de nieuwe series kan je eigenlijk altijd wel krijgen. Maar als je zegt Nederlands elftal 1989 of zoiets,
dat heb ik een keer naar Australië gestuurd. Mag ik de collectie thuis even zien? Tuurlijk. Ik woon hierboven, dus kom mee naar binnen zou ik zeggen. Hoeveel shirts zijn er op dit moment? Ongeveer 120. Wat is dit? Ja, een alcoholvrij biertje. En op de rug loopt hij ook hartstikke mooi door. Dus dan word je voor eeuwig en altijd herkend en herinnerd, denk ik. Van welke club is die? CD de Lugo, dat is een Spaanse club. Ja, je maakt de blitz, zeg maar. Dat is echt zo. Ik kreeg laatst het verzoekje van iemand in Griekenland of hij het van mij over kon nemen. En stel je het voor, dan loop je in Athene en dan kom je iemand tegen in een shirt van Sparta Rotterdam. Die man is niet echt op de hoogte van de prestaties van Sparta, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Hoeveel heb je die verkocht? Kijk, er zit een klein gaatje in, dus dan ben ik niet heel moeilijk. Dan zeggen we, voor 6 euro is die van u. En dan gaat hij met nog een aantal anderen binnenkort naar Griekenland. Nou Erna, ik vind het mooi geweest. Bedankt voor het meelopen. Ja, graag gedaan. Was gezellig. En ik zie mezelf nog wel terug. Doei doei. Doei.